Wist je dat er elk uur 1 miljard cellen in je lichaam worden vernieuwd? En wist je dat 1 op de 8 mensen last heeft van overgewicht? Nou, ik heb een pakje al aangedaan om wat extra vet te verbranden. Maar moet je zeggen, dit is best zwaar. Zoals ik net al zei, 1 op de 8 mensen heeft last van overgewicht. Cor, hoe komt het dat zoveel mensen te zwaar zijn? Ja, dat klopt, Georgina. We hebben tegenwoordig allemaal een beetje zittend beroep, hè? Dus we bewegen te weinig. Op het gebied van voeding valt natuurlijk nog veel te verbeteren. En wat kun je nou doen tegen overgewicht of het te veel vet op je lichaam? Nou ja, je zou natuurlijk veel meer kunnen gaan bewegen bijvoorbeeld, hè? Dat is belangrijk, want dan ga je meer vetten verbranden. En voeding, hè? Daar valt veel op te verbeteren. Dus beter, bewuster omgaan met je voeding, dat scheelt op zich ook al een hoop, ja. En er is ook de UltraShape methode. UltraShape, ja. Dat is nieuw voor mij. Wat is dat? UltraShape is de methode waarbij je vetcellen vergruist. Dus die kan je vergelijken als de niersteen vergruizen, maar dan voor je vetcellen. En hoe werkt dat dan precies? Nou, UltraShape is een methode waarbij vetcellen behandeld wordt met geluid. Het is een trilling en daardoor trilt die celwand van de vetcellen uit elkaar. En je lichaam ruimt zelf de vrijgekomen vetten op. Dus we hoeven niet te snijden en niet te prikken. Dat is een natuurlijk proces. Wauw. Kan iedereen hiervoor in aanmerking komen? Jazeker. Er volgt wel altijd eerst een intakegesprek, hè, waarbij de behandeling goed wordt uitgelegd. En we meten dan ook gebieden op waar je goed kan zien, nou, wat de resultaten zouden zijn, hoeveel behandelingen mensen nodig hebben en wat het dan gaat kosten. Zitten er nog risico's aan? Nee, Georgina. Het is een hele veilige methode. Dat komt ook omdat de behandelingen worden uitgevoerd door gespecialiseerde verpleegkundigen. En ja, alleen vetcellen zijn daarvoor gevoelig. Hè? Dus we beschadigen geen botten, geen organen, geen nymfen. Dus het is een hele veilige methode. Ja. Nou, het klinkt heel goed in ieder geval. Dus ja. Ik ben wel heel nieuwsgierig geworden. Zou ik een behandeling mogen zien? Ik zou zeggen, loop mee, dan gaan we kijken. Oké. Okay. Cor, je bent bezig met een UltraShape-behandeling, ja. Dus om vetcellen te verwijderen. Nou ben ik wel heel benieuwd, hoe werkt het? Wat ben je nu aan het doen? Nou, zoals je ziet in mijn scherm, Georgina, zijn we nu pulsen aan het geven. Dus die gele stip die je daar ziet, die geeft aan waar de puls terecht moet komen. Nou, je ziet op de behandelkop zit een groene stip en die geeft dus precies de locatie aan. Dus eigenlijk zit daar het vet wat verwijderd moet worden? Ja, dus hij geeft precies de locatie aan welke vetcellen we moeten vergruizen als het ware. Ja. Hoeveel behandeling heb je nou nodig voor het gewenste effect? Ja, nou ja, bij Tilly zijn we nu met de derde behandeling bezig. We hebben daarnet een meting gedaan van die derde behandeling. Dus de resultaten zoals we die nu zien, zien we al een omtrekvermindering van 8 centimeter. Zo. Ja, dat is mooi. Ja. In het doorsnee kan je stellen, dus 1,5 centimeter vet weg, hè, aan een laag. En die komt ook niet meer terug. Zo, nou dat is al mooi meegenomen. Ja, ja. En dan heb je dus een behandeling gehad. Hè? Ja. Hoe gaat het dan daarna? Je bent tevreden, je bent klaar. Hoe voorkom je nou dat je een jojo-effect krijgt dat toch weer terugkomt? Nou, weet je, Georgina, die vetcellen die weg zijn, blijven weg. Hè, want je lichaam maakt geen nieuwe vetcellen meer aan. Hè, dus we zijn nu ongeveer nog 3 uur bezig hier. We zijn net begonnen. En daarna gaat Tilly nog in de vacuümmassage. Dat pak wat zorgt voor een hele goede vetafvoer. Hè, want die vetcellen zijn weg. Maar je vet, die moeten nog je lichaam verlaten. Nou, dat doet je lichaam zelf. Hè. Dat is een natuurlijk proces. Ja. Maar dat stimuleren we met de vacuümmassage. En daarna ga je in de bodywave, dat is de trilplaat met de 50 UV-lampen. En die zorgt ervoor dat met name die spieren weer warm worden. Want ja, als je hier 3 uur ligt, dan worden die spieren koud. Ja. En die warme spieren heb je nodig, omdat de laatste sessie, dat is een half uurtje op de crosstrainer, dat gaat weer in een ander pak. En dat pak zorgt voor een hele goede vetverbranding. Okay. Dus wat we nu doen is die vetcellen vergruizen en daarna gaat Tilly zelf aan de slag
de vrijgekomen vetten op te ruimen. Nou, ik ben blij dat er in ieder geval innovatie is die ervoor zorgt dat er minder mensen hoeven te zijn met overgewicht. Zeker, ja.